zien we jou net. Hé, hey, kom dan. Ik vind dit geluidje altijd zo eng bij jou. Vertrouw jij gewoon niet met een drone? Ik weet niet. Hier staan we toch wat? Holy shit, jongens. Hier een Cayenne Turbo GT, GT3. Nou, jij maakt mij niet blijer. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk je te kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik hier in de ochtend... Hey! Jezus, wat ben jij nou aan het doen, man? Eerlijk, ik dacht niet gelijk dat het een tegel was. Nou ja, nee, ik dacht eerst, wat de fuck is dit? Ja, je denkt, is het een stukje salami? Wat is het? Ik ben gezellig met Niek aan het bellen. Ruben is hier lekker op zijn computer dingetjes aan het doen. Maar vanochtend ben ik vroeg opgestaan. Ik was om 8:30 al op, want er stond iemand voor de deur. En die heeft een cadeautje gebracht. En niet zomaar een cadeautje. Moet je eens eventjes kijken. Wow! We hebben gewoon een fucking wasmachine en een droger. We hadden dit zo erg nodig, dat is niet normaal. Hé, trouwens. Ja? Wat zeg jij nou? Cadeautje? Ja, we hebben hier... Krijg je het meest, dit is gewoon... We hebben hier gewoon een volle pond voor betaald. Dat is de volle pond. Maar het is zo lekker dat we nu eindelijk een wasmachine hebben en een droger. We hadden hem echt heel erg nodig. Ik had echt een volle wasmand al. Ik moet mijn bed gaan verschonen. Dus eindelijk, we hebben hem. En wat we ook... Hé, hey, wat is dit voor raar gedrag? Iedereen laat opeens een tepel zien aan elkaar? Dat moet niet, hij heeft een tepel zien aan. Dat is gewoon onze shit. Zo zeggen wij hello tegen elkaar. Ja, oh. Dat is een begroeting. Zo zeg je goedemorgen of zo. Die hebben we dan. Kijk, Niek. Goedemorgen. Jongens, ik heb geen idee. En moet je eens even kijken wat ons eerste wasje was. Ik heb even Must Jeezy's in de was gedaan, maar dan waren ze erg smerig. En Ruben heeft ook zijn schoenen in de was gedaan. Die van Ruben zien een beetje verschrompeld uit. Maar die van mij zien er nog prima uit. En dit is ook lekker, jongens. FIFA 22 over 3 minuten klaar. En dan kunnen we eindelijk FIFA 22 spelen. En misschien dat ik nu Willem of Ruben wel in kan maken. Want FIFA 22 is totaal anders natuurlijk. Maar wij gaan vandaag naar Master of Luxuries. Dat is een soort van heel event, een soort van beurs. Met allemaal vette dingen. Er staan allemaal stands met verschillende bedrijven, zeg maar. Volgens mij zit er een bedrijf van Exora met privéjets. Land Rover, allemaal dat soort dingen. Dus daar gaan we lekker heen. Ik ga jullie meenemen, ik ga leuke dingetjes filmen. En vanavond komt Diego hier eten en gaan we waarschijnlijk een gezellig drankje doen hier met een paar mensen. Want we kunnen nu niet meer uit. Ja, helaas, de clubs zijn dicht, de kroegen zijn dicht. Hey, hou op zelf, man. Ik ben niet aan het bellen, man. Ja. Wat zeg jij nou, joh? Niek is ook helemaal klaar mee. Nu heb je ook nog eens je shirt uitgedaan. Hé, hey, kom dan! Hier, kom nou, hierheen dan! Kom dan, Niek! Hey. Kom dan, Niek! Gekke jongen! Ik bos jou! Au! Hij slaat wel hard, hé! Hey, neem maar even serieus. Zonder dolle en grappige en gollen en dingetjes. Jij bent nog niet geabonneerd. Ik weet het zeker. Jij zit nu achter je computer en je bent niet geabonneerd. Of je zit achter je tv. Of je zit achter je mobiel. Je laptop. Het maakt allemaal niet uit. Abonneer even. Ik zou het heel erg leuk vinden. En er komen nog veel meer leuke video's aan. Dus ze moeten... Ik zou het niet doen. Wat een loser ben jij ook. Oh, ik heb trouwens pijn aan mijn arm. Ik heb me gisteren laten vaccineren, dus ik pak even de camera in mijn andere arm. Maar ik merk heel erg dat iets heel erg stijf is gewoon. Dat zeiden ze ook van ja, ik kan een beetje stijf gaan aanvoelen. Dat is altijd een ding, hè? Ja, het is altijd. Met een beetje stijf. Met een beetje stijf. Met een beetje stijf. Met een beetje stijf. Maar goed, we zijn nu wel lekker gevaccineerd. Hey, klaar, ik moet er nog eentje gaan halen, want ik ga in december naar Oostenrijk. En Oostenrijk wil dat je het P-prik haalt, want dan pas ben je echt gevaccineerd. Er wordt de hele dag aangebeld hier. Het is echt schijt irritant. Allemaal van die fans. Nou, hij liep net weg. Hé, hey, jongen, dat is niet leuk. Kom op. Hallo. Wat een lelijke deurmat. Niek. Die hebben we vandaag binnengekregen. Weet ik. En die heeft hem al gezien. Doe maar even je voeten vegen. Kijk of het werkt. Vieze, vuile, stomme lul is het ook. Doe de deur achter je dicht ook. Niek. Ja? Het gaat niet goed. Dit is een deurmat. Ik zie het. En daar moet je je voeten vegen. Niet hier. Maar je hebt letterlijk een hele gang hier met tapijt. Je hebt beneden en dus een deurmat van 700 meter. Ja, maar dit is gewoon extra. Denk je dat mensen nog met boorpoten hier binnenkomen? Ik moet zeggen, wat hij zegt, dat is wel niet... Ja, hè? Ja. Denk je dat mensen echt nog hele vieze schoenen hier hebben? Nee, niet echt, nee. Dat kan niet. Maar het is wel extra. Nee, wel je hebt gelijk. Maar het is wel gezien. Pleur hem van het balkon af. Nee. Maar ik zou hem wel snijden en dan zo doen. Ja, maar dat is er ook niet meer. Alleen. Joopie is er! En we gaan niet meer, zo wel een zoom. We gaan niet meer padellen, want we hebben geen vierde persoon kunnen vinden. Maar wij gaan straks eventjes
hierheen waarschijnlijk, naar het weiland daar. En dan ga ik eventjes met mijn nieuwe drone vliegen. Kunnen jullie gelijk zien hoe die eruit ziet. Zo, de drone is opgeladen en we gaan nu lekker naar buiten. En we gaan eventjes een stukje vliegen en de buurt laten zien aan jullie. We zijn helemaal hierheen gelopen. Ja, het was echt een stuk, man. Nee, doe even de auto op slot. Oh, doe even de auto op slot. Ja, dat is echt een enorme... Ik knip dit er wel uit, hoor. Dat je van de, ja, ja. Dat we hebben gewoon gelopen. Ja, het is best wel lekker om even te wandelen. Ja, ja, super lekker. Nou, we hebben een hele leuke wandeling van 1 seconde. Is die trailer weer zijn kutkabeltje vergeten? Kunnen we weer terug? Kom, we gaan terug. Ja, jongens, ik ben het kabeltje vergeten om deze aan te sluiten aan de telefoon. Want je moet zeg maar hier je telefoon in schuiven en daar heb je een kabeltje voor nodig. Maar die ligt nog thuis. Misschien is het maar gelukkig is het niet heel ver, want kijk, je ziet hem daar staan. Dat is huis. Dus we gaan er even snel weer heen, gaan we even kabeltjes ophalen. En dan gaan we gewoon nog een keer vliegen. Misschien is het een voorbode dat de drone eigenlijk tegen je zegt, je moet niet vliegen vandaag. Misschien ga je hem weer kapot vliegen. Nee, ik heb al een keer mee gevlogen. Ik heb hem niet in één keer kapot gevlogen. Ik heb nu al langer met deze drone gevlogen dan met mijn vorige. Staat hier een hele hoge grote boom, hè? Weet je? Ja, maar die, ik heb echt speciaal deze gekocht. Hier zitten sensoren op die zeg maar om de boom heen vliegen. Oh, wat handig. Goed, hè? Hij is Vincent drone vliegproof. Nou, daar staat hij hoor. Onze wandelvoertuig. Ik heb hem, jongens. Ik heb de kabel snel weer naar beneden. Nou, nieuwe honden, nieuwe kansen. We hebben de kabel. We hebben de drone. Hoe gaat het aan? En we gaan hier nu eventjes de lucht in. Ik ga ook even kijken of we dicht bij het gebouw kunnen komen. Lijkt me ook vet. En dan gooi ik ze ook in de video. Hey! Hey! Ging hij nou bijna op zijn bek? Nee. Oh, ja. Hoe gaat het ding aan dan? Ja, ik ga het wel even doen. Ik ga het wel even doen. Wow. Dat is jouw schoen. Oké, we willen even, een andere filmmodus. We willen op. Nou, de dronepiloot toch? Daar staat hij. Ik vind dit geluidje altijd zo eng bij jou. Vertrouw jij gewoon niet met een drone? Ik weet niet. Wow, hij is daar. Hallo. Tens, je hebt gewoon een veilige vlucht gehad. Dat vind ik echt heel bijzonder. Goed, hè? Zonder al te veel gekke dingen. Of ga je nu tegen een boom aanvliegen? Hey! Daar is die weer! Hey, lijf! Hey, motherfucker! Kom weg dan, jongen! Kom weg dan! Hoppa! Hey! Zonder problemen, hè? Nee, ik ben echt trots op jou. Goed, hè? Ja, heel goed gedaan. Yes! We zijn veilig geland! Yes! Zo, jongens, we gaan weer terug. En ik moet zeggen, jongens, ik ben trots op mezelf. Ik heb gewoon een drone 2 keer laten landen. Ik had het niet verwacht. Nee, hè? Echt niet. Ik dacht, we gaan echt weer iets spectaculairs mee maken. Maar het was gewoon ontspannen. Een ontspannen ik wil zeggen droomvlucht, maar een dronevlucht. Een ontspannen dronevlucht en we gaan nu lekker naar huis. Ik ga dan eventjes wat nette kleertjes aan doen, want we moeten een beetje chic daarheen. En dan ga ik even wat leuke dingetjes kijken samen met Diego. En dan gaan we vanavond lekker een drankje doen. Ja! Nou, Jopie gaat even naar huis. En dan zie ik jou vanavond weer. Ja, misschien wel. Kom nou maar gewoon. Ja. Oh! Ik heb dan ook nog een vriendin, die heeft ook aandacht nodig. Oh, oké. Okay. Kijken, ja, misschien okay. Denken we mee. Doei. Laat maar weten. Jojo! Waarom lach je me nou uit? Nee, ik ben je gewoon niet gewend zo. Hoe ben je me niet gewend? Zo? Ja, jongens, ik ben even wat chiquer gekleed. Ik heb een truitje aan van Ralph Lauren met een blouseje eronder en nieuwe schoentjes van Feel & Pieces. Ik denk dat ik er nu wel, prima uitzie. Weet je, het is een best wel chic event. Heel veel mensen die waarschijnlijk in pak lopen of zo, maar ik heb, ik dacht ik ga niet helemaal in pak. Maar wat vinden jullie van? Even wat anders. Wimpy is zich aan het klaarmaken, want Wimpy gaat last minute lekker gezellig mee. Ik heb een date. Heb jij een date? Ja. Met wie? Met jou.
Oh. Nou, gezellig. Nee, Willem die gaat last minute mee, want een kennis van mij, Bilal, die staat daar ook zelf op de Master of Luxury met zijn eigen parfum en olies en zo. Dus dan gaan we zo ook eventjes langs en die had nog een kaartje kunnen regelen. Dus Wimpy kon gezellig mee. Wat leuk. Maar ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat er allemaal staat. Serieus wel leuk, hoor. Ja, er staan ook allemaal Land Rovers, de nieuwe Defenders en zo. Misschien even kijken. Misschien even een kijkje nemen. Waarom zijn wij zo fucking glad? Nou, we hebben een date samen. Dat zeg ik al. Waar gaan we eten dan? Gewoon. Of? Ja, oké, maar zeg maar, ik heb niet heel veel geld. Ja. Want zeg maar, ik ben laatst verhuisd. Ja. Naar de, hier naar Amstelveen. Alleen ook... Nee, maar ik trakteer wel. Maar ik mag ik dan ook een Big Mac menu? Of is dat echt te veel? Ja, oké. Okay. Ja? Maar geen toetje. Gast. Dan neem je me mee op date en dan krijg ik niet eens een toetje? Ja. Nou, ik vind maar niks. Oké, maar waar gaan we heen? We gaan naar Masters of Luxury. En eigenlijk lopen er alleen maar miljonairs. En is het echt een miljonairs event? Nou, dat is niet mooi. Ja, het wel veel. Zeg maar, het is wel bedoeld voor mensen met heel veel geld die dan daar een beetje spulletjes kunnen kopen. Ik zag Exora, dat is een private company die stond er ook. Mensen ook veel boten. Boot. Horloges. Weet je wat? Laten we gewoon doen alsof we fucking miljonairs zijn. Oké. Okay. Let's go. Ik wil graag die Range Rover met al de opties in schaalmodel. Het is groen. Oh. Nee, jongens, het is eigenlijk een soort van event voor met allemaal best wel dure dingetjes. Zeg maar horloges, boten, auto's, Range Rovers, dat zijn auto's. En, maar ik hou gewoon heel erg veel van dat soort spulletjes. Gewoon kijken en allemaal leuk. Maar, niet te vergeten, je kan daar ook echt tering lekker eten. Oh, eten? Allemaal hapjes nemen? Ja. Nou, daarom. En veel champagne. Moet je nagaan. Wie rijdt er terug? Dat gaan we straks. We gaan straks een spelletje spelen wie er terugrijdt. Oh, dat klopt inderdaad. Oh, heel veel champagneproef en zo. Yeah. Maar goed, we gaan het zo zien, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. En wij zijn miljonairs vandaag. Yeah. Ja, heerlijk, hè? Die file. Zeg maar, we waren al te... Prachtig. File met uitzicht. Zie je ook dat alles, als je door de camera kijkt, alles is door de camera leuker. Ja. Jij bent ook een stuk leuker door de camera. Thanks. Ja, het echt niet, hè? Ik vind dit wel jammer. Ja, dit is wel even jammer. Maar gelukkig zijn we te vroeg weggegaan. Ja, we zijn op tijd, toch? Hoe laat moesten we er zijn? 4:00. Dus we zijn te laat. Maar dat maakt niet uit, want we komen wel. We komen er wel. De champagne staat koud. Ja, precies. Moet gaan. Gast! Zo, wat is die knap, hè? Hoi, yo! Goed je wat? Lekker. Gaan we even leuke dingetjes uitzoeken. Nou, Wil, wat leuk, we zijn er. Oh, huh? Hij zit al lelijk te wachten. Schattig, hè? Hij zat hier gewoon te wachten op ons. We waren iets te laat. Half uur. Bakkie gaat al in. Kijk, jongens. Ook BMW staat hier. Wat een kanon. Maar ik zie daar Porsche staan. Dus we gaan even bij Porsche kijken. Ja, jongens, die BMW is leuk. Maar deze... Wow. GT3. Hé, het is wel een gekke kleur. Hele gekke kleur. Ja, wel mooi. Ik vind ook heel dik. Nou, echt een beetje clashy. Een beetje te chic, hè? Ja. Ik vind het ook een beetje chic. Hier staan we toch wat? Holy shit, jongens. Een Lambo. Maar wat zei je nou? Diego vertelde net. Deze is dus beschilderd door een kunstenaar. Ja. Die verkopen ze dus nu als NFT. Dus als online kunst. Zo'n online pixel kunst. Fucking chic. Echt heel dik. Zo, jongens. Ja, dit is ook wel echt een bakkie, hoor. Wil, ik zie jou hier wel in rijden. Ik vind het wel zo'n chic ding. Voor jou gaan we een Lambo zoeken. Gewoon Uber. Van Diego staat daar. Die van Diego staat achter, ja. Dit ding is echt next level. Holy shit. Pik, die achterkant ook. Ja, voor de boodschappen is deze net onhandig. Voor de boodschappen? Ja, deze doen we niet. Niet doen? Nee, deze doen we niet. Hé, Wil, is dit niet wat voor een huis? Ja, is goed. Of is het te groot? Of pakken we die? Goh, ziek hoor. Kijk jongens, dit is van kunstenaar Jozef Klibanski. Maar ik vind het zo hard. Stel, we hebben dit in ons huis. Bizar. Het is ook wel echt een goed kleurtje. Een 4-serie Grand Coupé. Maar het is een elektrische. Huh? Een M50. Dus ken ik niet eens, joh. Fucking ziek. Kijk, Gio's auto is leuk, maar dit is nog veel dikker. Een Cayenne Turbo GT. Holy shit. Hier een Cayenne Turbo GT. GT3. Nou ja, maakt mij niet blijer. Jongens, dit op het balkon. Wil, op het balkon? Ja, is goed. Doe maar eentje. Op het balkon, ik weet niet of het kan, ik weet niet of het mag. Hij is net te groot, denk ik. Hij is net te groot. Maar hij is wel dik. Stel je hebt dit op het balkon staan. Wow, yo. Diego, wat sta je er leuk op? Ik vind het geweldig.
Hang die eens maar boven je bed. Alsjeblieft. Hij gaat deze uitdelen met zijn nummer erop. Kijk, ze gaan de zak in. Leuk hoor. Uitdelen met zijn nummer. Wil je zelf ook nog even? In mijn eentje, ja. Kan je even weggaan? Jij bent trouwens uitgenodigd door hun, hè? Hoezo? Bilal heeft een kaartje aan jou gegeven. Oh ja. Dat is van hem, van die olietjes. Ja, ja, dat is heel lief. Van die lekkere olietjes, jongens. Kijk eens eventjes. Ik heb ze thuis ook, ik heb ze eigenlijk nog nooit geprobeerd, maar ze hebben ook parfum. Dat heb ik wel een keer gebruikt. Maar wij zijn hier vandaag via Bilal, zeg maar, eigenlijk, die dit allemaal hier heeft. Dus wij komen even een olietje ophalen. De auto staat weer op zijn plek. En Diego is mee. Ah ja, ik vind het mooi. We hebben 7 hakken, toch? Ik dacht ook. Ja, ja. We hebben 23 en 22. Ja, ja. Dat heb je goed gezien. Perfect. Wij gaan lekker naar boven en we gaan eten. Want ik heb echt al heel lang niet gegeten. Willem heeft al niet gegeten sinds 11 uur. Wat een mallert is het ook, hè? Wat een mallert. Mie komt hier ook zo heen. Dus die eet ook gezellig mee. Maar we weten alleen nog niet wat we gaan eten. Dus. Jij hebt geen zin, heb je geen zin in Niek? Niek. Wat is er? Wil je wat vertellen? Buiten de vlog om. Buiten de vlog om. Niek is eigenlijk gewoon een klootzak. Ja, heel vermoeiend als je dronken bent. Nee, Niek is een toppertje. Wat een grapje, jongens. Wat een grapje. We gaan lekker naar boven. We zijn weer lekker thuis. Het open haartje staat weer aan. Ruud, staat hij niet te hard? De muziek of het open haard? Nee, de open haard. Ik vind een beetje, het wordt wel een beetje te warm. Nou. Fuck. Dat is niet best. Wat een slechte grap. Wacht. Zit hier iets. Heb ik nu huis hier? Toch nog even kijken. Kijk. Hey jongens, wat gezellig. Diego zit lekker op de bank met een lekker wijntje. Oh, wat gezellig. Hij voelt zich al zo thuis. Hij voelt zich al helemaal thuis. Schoentjes uit, lekker op de bank, heerlijk. Hij smaakt lekker. Heerlijk, hè? We konden niet kiezen wat we wilden gaan eten, dus iedereen is voor zich gegaan. Ruben heeft Thais besteld. We zijn bezig. Ruben gaat Thais bestellen. Wat ga jij eten, Diego? Oh, ik ben er gaan zoeken. Pizza in de oven. Pizza in de oven. En Niek en ik hebben sushi besteld. Niek is onderweg. Dus dan gaan we lekker eten. Er wordt weer volop FIFA gespeeld. En kijk eens wie er daar is. Hey. Joppie. Ik neuk hem. Diego, jij neukt helemaal niemand. Jij bent tering slecht. Nee. Mm-mm. Vind je jezelf echt goed? Bro, ik kan gamen. Slijf. Bro, Niek is goed met zijn handjes, hè? Vincent! Hey, met Marie. Oh jongens, lekker FIFA avondje. Oh, ons eten is aangekomen, sushi. Wat een kutvlog! Hey! Hey jongens, wie is eigenlijk aan het winnen? Wie is eigenlijk aan het winnen? Ga weg! Ik ga een goal scoren! Kerel, ga weg! Pik, nu is hij uit. Oh, sta ik ervoor! Hey kakker, ga eens weg man, Hendrik Jan. Sorry Pieter Jan, ik ga al weg. Hey! Lul, de sushi is er. Lul. Ja, nog 6 minuten. Oké. Okay. Wim. Weet je nog vorige vlog? Vorige vlog? Toen heb je me ook opgesloten. Hé, hey, Willem, kom maar binnen aan het eten, man. Fuck jou, Willem. Wij gaan lekker eten. Nee, oké. Kom binnen. Softie. Vorige keer had je me ook opgesloten. Ja, zo ben ik. Zo ben jij? Jij bent ook wel agressief hier volgens mij. Nee. Water gooien. Nee, ze hebben. Oh, lekker jongens. Hey, Diego, je hebt ook lekker eten, een kapsalon. Eindelijk. Hoe lang heb je er nou op gewacht? Ja, 1,5 uur. Ik heb wel een broodje ei. En een broodje ei. Ja. Nog een hamburger. Wat is dat? Weet ik niet. Spanning. Ik kan je het wel gewoon op worden. Ja, het is alweer de volgende dag. En ik heb niet meer gevlogd. We hebben daarna nog eventjes met de gasten een biertje gedronken. En toen is het nog best wel wat later geworden. Volgens mij iets van 4 uur, 3 uur of zo. Maar goed, het was weekend. Even gezellig met de mannen een biertje doen. Maar daarom heb ik niet meer gevlogd. Maar vond je het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. En vergeet niet te abonneren. Want we gaan nog steeds lekker. En dan spreek ik jullie later.